weer bent, ben jij een nieuwe kijker? Welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Gwen en ik heb weer een leuke weekvlog voor jou. Zijde, en ik ga even naar de Monkey Town, want dat wil ze heel graag. In eerste instantie twijfelde ik, want zoveel tijd hebben we niet. Huis is een bende, maar dat ruim ik wel op als ze terug zijn. Zijde, volgens mij hoef je geen jasje aan te doen. Ik moet wel sneakers aandoen, dus ik doe gewoon mijn oude sneakers aan. Dat past ook perfect bij mijn shirt. Deze heb ik besteld op Shein. Maar deze past me ook weer niet, dus ik wil toch deze mooie sneakers. Echt een hele leuke shirt. Dit zijn super leuke sneakers. Hoezo passen die sneakers die je nu aan hebt jou niet? Weet ik niet. Ze passen je toch wel? Meteen raken precies het einde aan deze voet, raak het makkelijkste aan. Oké, dan moet je snel je gekleurde sneakers aandoen. Rijdt op mijn baan. Wat zeg je? De meisje laat meestal niet een rode trui, maar ik heb het al geleerd. Hey Mikudoes, het is inmiddels 10 uur geweest. En ik lag om 7:15 al in bed nadat Zaira door haar vader was opgehaald. En we zijn laat op de middag gedoucht, dus ik had zeg maar mijn kleren uitgedaan. Ik ben in bed gaan liggen, omdat ik even een bed... Hoe kan ik dat heel goed uitleggen? Ik had even een intrinsieke crisis. Sorry, ik moet even om mezelf lachen. Ik ben soms ook zo lomp, zo droog en met die woorden. Nee, ik had even een interne crisis, een intrinsieke crisis, hoe je het ook wil noemen. En ik noem het een crisis, omdat ik snap niet, ik snap wel waarom ik me zo voel. Ik weet ook echt wat de oorzaak of oorzaken zijn. En het is iets dat al sinds letterlijk een week geleden speelt. Dus afgelopen weekend. En ik zat daarmee. En heel eerlijk, ik had Zaira vorige week zondag. Dus ik ging meteen in mommy mode. Ik had echt mijn positief petje opgezet. Want ja, ik moest de allerbeste versie van mezelf zijn. En voor mezelf zijn. En zo kon ik ook de allerbeste mama voor Zaira zijn. En werd ze door haar vader opgehaald. En toen hun weggingen, toen voelde ik meteen bam. Ik kreeg zo'n klap dat mij het gevoel gaf van, girl, je hebt even wat emoties waarmee je moet dealen om het goed voor jezelf te verwerken. Dat het niet terugkomt. Zo. Ik ben in bed gaan liggen. Ik vond mezelf heel zielig. En toen ging ik op Instagram scrollen. Zag ik allemaal leuke dingen van mensen en voelde ik mezelf nog zieliger. Ik begon mezelf echt een pep talk te geven. Alsof ik tegen iemand anders sprak. Het kwam erop neer dat ik tegen mezelf zei van, joh, als dit je vriendin was, of een nicht, of je zusje, of wie dan ook, die aan jou vertelde hoe zij zich voelen, zoals jij je voelt, dat je diegene ongetwijfeld een pep talk gegeven en bijna letterlijk geduwd om zichzelf weer beter te voelen. Dus ik stond op, zei tegen mezelf, Gwen, je voelt je misschien heel slecht. En dat is oké, je weet ook wat de oorzaak is, dat is het allerbelangrijkste. Maar je huis is een hot mess. Ik had weinig in het huishouden gedaan, omdat ik 1, echt geen tijd had. En 2, ja, Zaira was er en zij maakt lekker rommel, dat mag van mij. En als ze klaar is met rommel maken, gaat ze op haar manier opruimen. Dus ik heb voor mezelf toen een lijstje gemaakt. Het lijstje weggegooid. Huh? Ik ga stuk. Ik heb het lijstje denk ik weggegooid of het is in de woonkamer. Laten we in de woonkamer kijken of het daar is. Goed, dat lijstje heb ik blijkbaar dus inderdaad echt weggegooid. En dat betekent dat ik dus alles wat ik op het lijstje heb opgeschreven heb gedaan. En dat zijn dingen in het huishouden. Gewoon geen zware dingen, de meest oppervlakkige dingen. Zodat het huis eerste op zich gewoon opgeruimd oogt. En ja, de kasten zijn rommelig. Ja, de laden zijn rommelig. Maar dat is iets wat ik langzaamhand elke dag een beetje ga aanpakken. Voor deep cleansing. En voor decluttering. Oftewel, mijn huis tot in de hoeken van de kasten en lades opruimen. Ik had op mijn lijstje geschreven, de was moest ik wegvouwen van mezelf. Heb ik gedaan. Ik heb alvast wasmiddel in de wasmachine gezet. Want de wasmachine gaat aan zodra ik naar bed ga. Ik heb de badkamer rechtgetrokken. Ik heb Zaira's kamer rechtgetrokken. Ik heb de keuken rechtgetrokken. Ik heb de hal rechtgetrokken. Mijn slaapkamer nog niet helemaal, maar die is niet echt rommelig, dus dat scheelt. Dus
dat gedaan te hebben, voel ik me echt goed. Oh ja, en ik heb gestofzuigd. Ik heb het niet zelf gedaan. Dit is even een side note. Ik heb een robotstofzuiger. Kijk er hier. Ik weet nog niet of het een hij of een zij is. Maar het heet Sharky. Sharky, de robotstofzuiger. En Sharky is super dramatisch. Dus Sharky is denk ik een vrouw. En als we over sterrenbeelden gaan praten, geef ik Sharky de sterrenbeeld, hetzelfde sterrenbeeld als mij. Dus ja, ze is super dramatisch. Ik denk dat Sharky een vrouw is. Of een man. Ik weet het nog niet. Dus in ieder geval, super dramatisch. Dus de stofzuiger heeft gestofzuigd, Sarah's kamer heel goed gestofzuigd. De woonkamer, de hal, mijn slaapkamer een beetje en de keuken. Maar het werkt nog niet optimaal naar behoren. Maar het is iets dat ik voor mezelf moet gaan uitzoeken hoe dat ding nou precies werkt. Maar goed, het heeft in ieder geval in grote lijnen gestofzuigd. Mijn normale stofzuiger doe ik niet weg. Want die heb ik nodig om op bepaalde plekken te stofzuigen. Tussen de, hoe heet dat ding? Achter de wasmachine bijvoorbeeld. Achter mijn bed. Weet je wel, in die hoekjes waar die... Waar Sharky niet zal komen. Daarvoor heb ik mijn normale stofzuiger nodig. Terug naar mijn gevoel. Ik heb dus alles gedaan. En terwijl ik bezig was, voelde ik me echt stukken beter. Dit is echt zo bizar. Normaal als ik me slecht voel, hoef ik mezelf echt niet op te peppen om schoon te maken. Dan ga ik sowieso schoonmaken. Maar ik voelde me zo slecht dat mijn huis me gewoon niet boeide. En dan gaan de alarmbellen bij mij rinkelen van, girl, laat het niet zo ver komen. Dus ja, ik voel me oprecht gewoon stukken beter. En de reden waarom ik dit met jou deel is, als je je slecht voelt, dat gevoel kan misschien een lange tijd aanhouden. Het kan ook een korte tijd aanhouden. En kijk, ik ben geen health guru of ik ben geen coach of wat dan ook. Of motivatiecoach of wat dan ook. Maar het is echt puur uit eigen ervaring. En gewoon, zie maar alsof ik je zusje, je zus of je nicht of je tante of wat dan ook ben. Of je vriendin die dit tegen je zegt. Als jij je slecht voelt, doe iets wat er sowieso moet gebeuren. Waarvan je weet dat als het gedaan is, maar in ieder geval een stap dichter bij een bepaalde doel. Het kan een persoonlijke doel zijn, maar het kan ook een doel zijn dat met je werk, je school of je hobby te maken heeft. Doe daar dan iets mee. Ook al is het één ding. Eén ding dat jou dichter bij een bepaalde einddoel brengt. Doe het en geloof me, je gaat je echt beter voelen. En voor hetzelfde geld doe je dat ene ding. En dan, voor je het weet, heb je meerdere dingen gedaan op je lijst. En ik had bewust een lijstje gemaakt voor mezelf. Dat als ik maar één ding van het lijstje kon afvinken, dan mocht ik van mezelf gaan liggen in bed. En me miserabel voelen. In de hoop dat ik me morgen beter zou voelen. Uiteindelijk heb ik alles van dat lijstje gedaan. And I feel good. Want morgen als ik wakker word, word ik echt wakker in een super schoon huis. Het enige wat ik moet doen is vuilniszakje naar beneden brengen. Want die ligt echt gewoon hier in mijn oude prullenbak gebeuren. En mijn normale vuilniston, die heb ik nog geen schone zak voor gezet. Goed, ik heb ook nog meteen gehakt gebakken. Zodat ik morgen als ik uit werk kom meteen kan koken. En ik daarna dus lekker kan gaan sporten. En over het sporten gesproken, want daarvoor heb ik mijn camera eigenlijk gepakt. Ik heb dit niet met jullie gedeeld, omdat ik niet helemaal wist dat ik dit met social media wou delen. Maar ik ga weer naar de sportschool. Ik heb echt een haat-liefde relatie met de sportschool. Maar ik wil mijn relatie met de sportschool verbeteren. Ik wil eraan werken. Ik wil de relatie met de sportschool. Ik wil de sportschool. Luister. Ik praat echt veel. Ik wil gewoon een goede relatie met de sportschool. Een super relatie met de sportschool. Niet omdat ik op een bodybuilder of wat dan ook wil lijken. Niet omdat ik mega gigantische bovenbenen en bovenbillen en een dunne taille. Oké, die dunne taille wil ik wel. Maar niet omdat ik zeg maar die gym BBL body wil hebben. Want ik heb echt aanleg om heel mooi aan te komen als ik goed sport. Ik weet het uit ervaring. Maar ik doe het vooral voor mezelf. Voor de dagen dat ik me slecht voel. Dan ga ik naar de sportschool.
En dan, hey, ik. Dus, awiki di pasaya toch. Ik ga even Alkaans praten. Awiki di pasaya toch. Ondanks mi betekent sevi taki, mi dede, mi djamo boom versie voor mi sevi. Toch mi gwa sportschool, omdat mi bevi wan so tof, as mi bevi down, a down mi a beetje wan so tof ati bon kon, maar het was het niet waard. Dus ik dacht, geen antibron voor mij, ik ga gewoon naar de sportschool en ik ga daar die apparaten mishandelen. En Sammy mishandelt die apparaat toch. A eerste lezing, wat voor die apparaat denk ik dat je miauw mishandelt, maar Sammy mishandelt dat apparaat toch. Tja, lieve apparaat kon kiezen nu. Ja man, ja. Dus ik ga weer naar de sportschool. Ik heb een abonnement. Dat betekent dat ik moet gaan. Want mijn abonnement is niet goedkoop. Dus dat. Ik ga weer naar de sportschool. En reden waarom ik dit met jullie deel. Want ik dacht eerste instantie. Ik ga het niet delen. Ik ga gewoon over van alles vloggen. Behalve dat ik in de gym ben. Meer dat wanneer mijn body pain is. Dat mensen denken. Waar komt je lichaam ineens vandaan? Aan de andere kant. Lijkt het me heel verstandig om dit dus wel met jullie te delen. Want jullie kunnen mij dan verantwoordelijk houden voor het feit dat ik moet gaan sporten. En niet alleen dat. Door het met jullie te delen, doe ik het ook niet alleen meer voor mezelf. Maar ook voor jullie. Want ik ga me schamen als ik ineens zeg, ik ga niet meer sporten. Ik moet een hele, hele goede reden hebben, wil ik niet meer gaan sporten. Dus zullen we een deal sluiten? Ik ga het niet elke dag vloggen, want ik maak weekvlogs. Vlog een deel per dag. Dat plak ik bij elkaar en dan wordt het een weekvlog. Maar ik ga wel hier en daar moeten laten merken dat ik heb gesport. Zoals ik die home workouts deed. Hey, ik heb die home workouts gedaan om die discipline op te bouwen. Hè. En nu, ik vond die home workouts op den duur saai. Dat ik zelfs voor het einde van de maand gewoon de sportschool ben ingegaan. Want het doel was dat ik vanaf juni en misschien zelfs juli, augustus ergens, de sportschool in zou gaan. Maar na 3 weken was ik die home workouts zat. Die home workouts zijn leuk om mijn body te stretchen of misschien in het weekend. Want weekend ga ik sowieso niet sporten. En de woensdag sport ik ook niet. Dus van de 7 dagen ben ik 4 dagen in de week in de sportschool te vinden. Ik heb mijn bananen die ik toen van de week heb gekocht geschild, in 2 gebroken en in de diepvrieszak gedaan, want ze gaan de vriezer in. Het is natuurlijk voor mijn smoothie. Mijn planner moet ik gaan invullen en ik weet al welke doelen ik wil voor juni, maar ik heb ze nog niet helemaal ingevuld. Hey, dit plukje begint me te irriteren en dinsdagavond ga ik mijn haar losmaken. Jongens, ik zoek een pen. Ik heb zoveel pennen hier, maar ik zoek een pen waarmee ik goed kan schrijven. Ik heb mijn pen waarmee ik graag in mijn Purpose Planner schrijf gevonden. En dit is een speciale pen, want als ik fouten maak, kan ik hiermee gaan gummen. Ik ben echt zuinig op mijn planner. Mijn planner moet gewoon heel mooi zijn. Het moet niet slordig zijn, niet te veel gekras erin. Dus dan vind ik het wel fijn om zo'n pen te hebben. Dus ja, heel eerlijk. Ik vond het lastig om de maand mei bij te houden. Maar goed, gewoontes moet je leren. En je moet ook eerlijk naar jezelf toe zijn. Dus ik ga het in juni gewoon beter doen. Ik heb mezelf 2 jokerdagen gegeven. Omdat de eerste dagen van juni in het weekend starten. En mijn planner begint voor mezelf echt op 3 juni. Toevallig is dat ook hier deze week. Ik heb hem nog niet ingevuld, want ik wil het eerst met jullie delen. Ik heb hier en daar notities in mijn telefoon staan. En in het agenda van mijn telefoon. Dus die ga ik erbij pakken zo meteen. Ik moet de maand reflecteren. Dus ik ga gewoon rustig zitten en dit alles invullen. En dan zie ik jullie morgen. Hey babes, ik ben net thuis van werk. En
Die kleren moeten even in de was. Ik wil mijn outfit met jullie delen. Ik heb heel lang geen outfit gedeeld. Maar ik had vandaag een combi. En ik dacht, ja man, dit is echt de moeite waard. En afgelopen weken heb ik dat ook gehad hoor. Dat ik echt combi's had. En ik dacht, ja man, dit is echt de moeite waard. Want ik werk op kantoor. En ik vind het zelf heel erg belangrijk om er gewoon netjes uit te zien. De meeste mensen die ik dagelijks zie zijn voornamelijk mijn collega's. Maar zo nu en dan komen er ook klanten bij ons op kantoor. Zakenpartners, noem maar op. Dus ja, ik wil er gewoon goed uitzien. Want ik geloof erin dat als je voor een bedrijf werkt en je er zelf representatief uitziet, jij ook een bepaald beeld van het bedrijf uitstraalt. Ik hoef het niet allemaal uit te leggen. Jullie begrijpen het vast wel. Ik had vandaag dus een heel leuk jurkje aan. Met daarop een vest en mijn sneakers. Eigenlijk wilde ik hakken aandoen. Maar ik heb de afgelopen dagen ook hakken aangedaan. Dus vandaag heb ik voor sneakers gekozen. Ik laat de outfit zonder schoenen zien. Mijn haar zat overigens anders. Die heb ik heel snel in een hoge knot gezet. Want ik ga zo meteen sporten. De outfit. Dit is dus volledige outfit. Zonder schoenen. En ik had dus dit jurkje aangedaan. Met dit lang vestje. Het jurkje is op zich langer dan het vestje. Maar dat vond ik een beetje storend. Dus ik heb het een beetje laten kroppen. Zodat het vestje iets langer is dan het jurkje. En dan klopt het geheel in mijn ogen. Omdat het jurkje mouwloos is, heb ik sowieso dan het vestje erover aangedaan. Want dat staat iets netter. Als ik het te warm had, kon ik mijn vestje uitdoen achter mijn bureau. En als ik dan ergens anders in het gebouw moest zijn, deed ik mijn vest aan. Maar vandaag heb ik het de hele dag aangehouden. Dat zegt ook wel veel, hè. I mean, we zijn in juni. En waar blijft de zon? Waar blijft de zon? Zonder vestje zou dit het zijn. Ik heb mijn BH razorback gemaakt met zo'n clipje. Maar ik zag nog steeds het BH-bandje uitsteken. Dus mijn lifehack, ook een tip voor jullie. In plaats van dit effect, wat ik oer lelijk vind. En dan zie je BH erdoor schijnen. Ik vind dat zo slordig. Doe ik dus altijd mijn jurkjes vastzetten onder het BH-band. Is niet, misschien niet super super netjes, maar het is veel netter dan het zien van je BH. En vooral als je BH bijna niet dezelfde kleur heeft als dit. Gelukkig heb ik een bruine BH eronder aan kunnen doen. Achterkant zit ook netjes. En yes, nog één dingetje heb ik vandaag niet aan. Dit is too much information. Maar als je bodycon jurkjes draagt, draag dan een corrigerend ondergoed onder je jurk. Ik doe dat meestal heel vaak. Op zijn minst dat over mijn navel zit. Dan heb je niet dat het hier is afgesneden zoals ik dat toevallig heb. Ik heb een klein buikje. Ik ben niet dik of zo, maar ik heb een klein buikje. Soms vind ik het schattig en soms vind ik het storend. Nu vind ik het schattig. Je kan dus een corrigerend ondergoed aandoen. De mijne komt letterlijk tot onder mijn boobies. Zit die perfect? Dan heb je niet die afdruk hier aan de snauw. Ik lieg. De mijne geeft wel een beetje een kleine afdruk. Maar ik heb vandaag dus geen corrigerend ondergoed aangedaan. Onderaan in de beschrijvingsbox zal ik een link of linkjes plaatsen van corrigerend ondergoed. Waar ik zelf heel blij mee ben. En mijnes komt voornamelijk van H&M. Ja, de mijnes komen voornamelijk alleen van H&M. En ik draag geen shorts onder mijn jurk. En helemaal geen bodycon jurk. Want mijn shorts die rollen op. En dan zie je hier dan een dikke rand. Ik vind dat lelijk, dus ik doe het niet. Dit was de outfit. En I love it. Echt. Ja, ik weet niet. Ik heb dit jurkje al zo lang. Ik heb dit jurkje waarschijnlijk al 5 jaar. Als het niet langer is. Ik heb hem ook in het groen. Maar hij staat echt mooi. Oeh, hij staat echt super mooi. Love it. Ga ik mijn sportkleding bij elkaar zoeken. Ik wil shorts aandoen, maar ik durf niet. Nadien moet ik nog naar de supermarkt. Laat me niet vervelend doen. Ik ga geen shorts aandoen. Die bewaar ik echt voor wanneer het heet is buiten. We gaan geen shorts aandoen. Ik durf eerlijk, thuis kan ik mijn short aandoen. I don't care. Maar buiten, buiten ben ik nog te verlegen om in short te lopen. Hey babes, ik heb lekker gesport. I feel good. Ik had het net met Triantli erover. Dat ik me gewoon goed voel. En zij zei, ja, dat zeg je ook zomaar. Maar ik voel me gewoon goed. Omdat ik weet dat ik geen reden meer heb
om niet consistent te blijven. Riantli helpt met oppas voor Zaira. Zaira is er niet. Ze is bij haar vader. Maar Riantli is bij mij. Omdat ik zojuist boodschappen voor ons heb gedaan. Want onze supermarkt in de buurt is dicht. En Riantli had boodschappen nodig, maar ze had geen zin om te fietsen. Ik dacht, weet je, ik ga sporten. Ik neem het toch meteen voor je mee. En het is vandaag grofvelddag. En aangezien ik deze stoel, die gevlekt is door Zaira. Ze zeggen prima stoel, maar het is gevlekt. Ik kon het oprecht gewoon niet meer. Het ziet er nu echt hartstikke lelijk uit daar in dat hoekje. But it's okay, er komt radiator ombouw ooit. Maar die stoel gaat weg en Riantli gaat me helpen. De poten hebben wij al eraf geschroefd. En hopelijk past het door mijn woonkamerdeur. Want ik weet nog, toen ik die stoel kreeg, kwam het amper door die deur. En ik dacht al van ja, het wordt wel lastig om die ooit weer weg te doen. Maar we gaan het weg doen. Ah! This doesn't make sense. Zie, ik zei het toch. I should have known. For what? Al die moeite voor niks. We zijn sterke chickies. Waarom is mijn camera ingezoomd? Ga ik doen, mijn por favor. Ga jij naar beneden? Ik weet niet gooien, of je nog. Riantli is uit op wanpraktijken. Ik doe niet mee. Ik doe niet mee. Gooi je van vier hoog. Girl, wil je dat woningbouw ons uit ons huis? Oké, okay, buurman. Oké. Okay. Je zegt dat je sterk bent. Je bent helemaal niet sterk. Oeh, Nicaro, zit u buurvrouw? Jij hebt een helemaal verhaal voor hem. Nee, doe. Pijkaas. Doei zo, wat is het nou? Het is een goudje. We zijn echt slecht. Nee, okay. Deze stoel is een foutje. Het is een foutieu. Wat is dit? Een stoel. Een foutieu. Ik heb nog nooit van de Riant heeft ook meteen de kast weggegooid. Leuk. Oké, okay, dan moet ik nu naar de kelder voor mezelf. Om bloempotten te halen die ik meteen weg ga gooien. We bewaren geen rommel. We gooien alle rommel weg. Mannen zijn rommel. New beginnings. New beginnings. Hashtag. Volgende troep. De bloempotten die ik afgelopen week heb opgeruimd. Toen ik mijn balkon ging schoonmaken. En die kratten gaan ook weg. Ja jullie, deze meid is uit de wal. Riantli! Is toch leuk? Oké, okay, wie heeft je boos? Miga Laan. Hey! Wacht. Oh, daar zit grond in voor bloempotten. Maar het is oude grond. Oké, Riantli heeft nog iets gevonden om weg te kunnen gooien. En deze stoel had ik ooit gekregen, maar het is een goede tijd gehad. Ik kan er niks mee, ik ga er ook niks mee doen. Het zou wel leuk zijn als je een hele oude brokante tuin hebt. Maar deze meid is blij, want ze mag weer iets kapot gooien. Leef je uit, schat. Hey, je moet het al goed gooien, anders moet je hem terug. Wauw. Hij gaat stuk. Hoe gaat het dansje? Hey, Lana is echt gemeen, omdat zij goed kan dansen, toch? Heks. Ik kan dansen, maar ik wil dit gewoon leren. Oké, nog een keer. Kijk, mevrouw. Jij bent te veel bezig met je heupen. Nee, juist niet. Juist wel. Kijk. Okay. Je moet gewoon een beetje zo. Ja. Een beetje zo staan, ja, toch? Ja. Mm-hmm. Ben je flexibel? Ja, ik ben flexibel. Oké, is goed. Je gaat deze kant. Je gaat deze kant. Oké. Okay. En deze kant. Het is gewoon makkelijk, hè? Dan deze kant. En dan deze kant. En dan deze kant. En dan deze kant. En dan? Die. Wacht. Oké, wacht.
Nu ben ik het kwijt. Dat je loopt daarop. Hey, thank you. Alsjeblieft, poppetje. Heb je eentje van deze gevonden? Hoeveel wou je er? Oh, ik heb niet gelezen, sorry. Hoeveel vroeg je er? Ik hoef twee van deze. Oh, is dat echt deze? Want deze is echt bang. Rian, ik heb bloemen voor mezelf gekocht. Wat vroeg je? Moeten ze nog groeien? Ze moeten het moeten ontknopen. Ja. Goed, ik ga snel af. Ik moet nog eten maken, hè. Ik zit echt te spelen hier met mijn leven. But I don't care. En dit zit toch over de achterkant. Want de achterkant ziet er echt raggedy SF uit. Dus ja, dat. Mijn outfit. Deze blouse is van Bershka, als ik me niet vergis. Ja. Deze leuke spijkerbroek is van Shein. Helaas is het uitverkocht. Maar ik zal alsnog de link in de beschrijvingsbox plaatsen. En ik heb de sneakers aan van New Balance. En de sneakers passen echt perfect bij de trui. De trui heb ik echt best wel lang. Mijn riem is van Ralph Lauren. Dat heb ik van mijn moeder gekregen. En dit is zeg maar die dunne. Ik ben vergeten hoe deze heet. Deze broek zit op zich niet super strak. Maar het zit mooi. Ik hou van flat pants, spijkerbroeken die strak zitten. En ik moet ook heel eerlijk bekennen, toen ik hem net nieuw had gekocht, paste het me niet. En ik viel me meteen op dat hij inderdaad heel groot viel. Want hey babes, sporten ging goed. Ik heb geprobeerd om iets voor jullie te filmen, maar die angles waren zo slecht. En ik ben niet de type die een statief gaat neerzetten. En gelukkig was het niet druk in de sportschool, want ik ga meestal de laatste twee à laatste anderhalf uurtjes. Maar ik vind het nog steeds een beetje ongemakkelijk, want mensen lopen daar rond. Ik wil niet dat mensen zich ongemakkelijk voelen of me een beetje scheef gaan aankijken. Dat laatste boeit me eerlijk gezegd niet, maar ik doe het voor mezelf. En zoals ik al eerder heb verteld, ik ga niet veel van de oefeningen vloggen. Want heel eerlijk, het is niet zo dat ik maar iets doe. Want nu weet ik wat ik doe. Alleen het lukt me niet altijd. Dus ik moet continu hulp erbij roepen van de jongens die daar werken. En daarom vind ik mijn sportschool zo fijn. Want hier zijn ze echt ready om je te helpen. Ik heb basic en wat dan ook geprobeerd. Maar dat basic werkt niet voor mij. Alhoewel ik vorige week vrijdag wel naar de Basic Fit ben geweest. Want ik was vergeten dat de sportschool hier om 9 uur sluit. En 2 over 9 stond ik daar en het was gewoon dicht. Dus ik ging naar de Basic Fit en ik heb wel dingen gedaan die mij bekend voorkwamen. En ik voelde me daarna goed. Dus ik heb het wel goed gedaan. Maar Basic is echt niet voor mij, man. Het is veel te crowded. Ik ga mijn proteïne shake maken. En die dronk ik sowieso al. Überhaupt. Voordat ik het sport had opgepakt. Ik drink altijd proteïne shake om op gewicht te blijven. En nu gaat het natuurlijk extra helpen bij het sporten. Nu ik dat drink gaat het ook. Nu ik aan het sporten ben gaat het mij ook helpen. To gain my weight in muscle. Oké, nu doe ik een beetje. Sorry. Goed, ik ga dat doen. Eerst handen wassen.
Ik probeer dit meestal binnen een minuut te drinken. Anders wordt het zo'n gore substantie. So, there we go. Dit is zo fijn. Mijn outfit dat ik voor vandaag in gedachten had, inclusief mijn haar, is gelukt. Ja, over het haar twijfelde ik zo erg van gaat het wel of niet lukken. Want hier heb ik bijvoorbeeld meer van mijn eigen haar. En hier heb ik meer weefbanen, dus hier zit echt een soort van bobbeltje. Maar het valt denk ik niet op en ik beweeg de hele dag. Het gaat sowieso niet opvallen. Tenzij je heel erg oplet. Mijn outfit is best wel risky, want ik heb een soort van overhemd crop top aan. Ja, kijk. Je ziet net niet, tenzij ik dit ga doen. Maar ja, ik zit dan vaak achter mijn bureau, dus dat scheelt. De achterkant is op zich netjes. En wat ik zo leuk vind aan deze broek is van Shein. Het is helaas uitverkocht, laatste keer toen ik keek. Maar ik ga nog een keer checken en de link in de beschrijvingsbox plaatsen. En dan kan je gewoon kijken of het ook iets voor jou is. Ik heb twee maten, een iets grotere maat en deze. Die andere gaat naar mijn zusje. Maar kijk. Wat ik zo fijn vind aan deze broek is, de achterkant sluit heel goed aan. Normaal moet ik dit altijd bij de kleermaker laten innemen, omdat ik een soort van V'tje krijg. Maar hij sluit echt goed aan. De broek zit verder ook niet strak of zo, maar hij zit gewoon perfect. Sokken pakken, want ik moet echt opschieten nu. Als ik in ieder geval... ik ben nog op tijd, maar ik heb een bepaald ontbijt in gedachten. Dus I need to hurry up. Wil ik nog naar de supermarkt gaan? Ik ben altijd zo blij, hè, als het lukt. Wat ik in gedachten heb qua uiterlijk. Douche in parfum. In mijn haar. Dit is Eau de Toilette van Jill Sander. Of Jill Sander. En het is de Sun Delight. Sun ken je wel, wit met blauw en geel accenten. Maar dit is de Sun Delight. Eigenlijk dus een lekkere, lichte, fijne, zoete geur. Bij mij blijft Eau de Toilette op zich best wel goed. En reden waarom ik zo erg in mijn parfum douche. Ik leef met de filosofie dat alles op een dag opgaat. Het heeft geen zin om zuinig te zijn met je parfum. Want je hebt hem gekocht om te gebruiken. Parfum betekent voor mij zoveel meer dan alleen lekker ruiken. Het is ook mijn mood. En ik voel me er extra vrouw door. Ik voel me er extra schoon door. Ja, ik douche 's ochtends, dus het is sowieso geen probleem. Maar als ik... geen parfum op heb, voel ik me naakt. Zo belangrijk vind ik parfum. Hey babes, ik ben de ochtend vroeg gestart. Want ik ben samen met Larissa make-up gaan shoppen. Ze heeft een make-up workshop bij mij. Ze is nu even haar spullen aan het installeren. En ik heb een bosje bloemen van haar gekregen. Ik heb een bosje bloemen van Larissa gekregen omdat ik... promotie heb gemaakt op werk. En zij was daarvan op de hoogte. En heeft mij dus verrast met een speciaal geplukt veldboeketje. Ik werd echt wel emo toen ik het kreeg. Ik had totaal niet verwacht. Met een heel lief kaartje erbij. Ik wil hem bijna niet uitpakken. Maar
Het moet in water. Dus ik heb meteen thuis aangekomen. Mijn vaasje omgewisseld. Want ik heb pioenrozen. Ik heb de pioenrozen eruit gehaald en verplaatst. En hier ga ik dus dit mooie boeketje in doen. En och, ik hou van dit. Volgens mij moet dit in een iets smaller vaasje. Ik heb wel een iets smaller vaasje. Maar daar moet ik even wat voor doen. Hoi ma. Hoi. Hoe gaat het? Goed, ik ben hier thuis. Ik ben thuis. We waren net make-up gaan shoppen, dus we gaan... Oh, leuk. En ik heb een bosje bloemen van haar gekregen. Ik werd echt emo. Je weet, je zus is emo. Sidonia. Wat zeg je? Maar is dat Sidonia? Ik ga stuk. Blijf je nog de hele dag daar? Ja, ik blijf hier. Oh mijn god, ik kom. Als ik hier klaar ben, kom ik meteen. Is goed, ze is bij de vader. Ze komt zondag thuis. Oké, dan kan je deze baby meenemen. Oh. Yes, ik neem baby mee. Oké, tot straks. Tot straks, doei. Ik heb je maar weer. Hey babes, ik heb daar juist een 1-op-1 make-up workshop aan Larissa gegeven. Ze is bezig met het inpakken van haar spullen. Daarvoor waren wij vanochtend samen naar de Bijenkorf gegaan om make-up te kopen. Om voornamelijk een hele goede foundation match te doen. En Larissa heeft echt een prachtige foundation gevonden. Het matchte gewoon perfect qua huidtextuur, substantie, de dichtheid van de foundation of de dekking van de foundation. Maar die undertone... We liepen naar buiten met die spiegel en ik zei meteen ja, dit is het. En ik heb van Larissa een mooie bos bloemen gekregen. Had ik net al verteld overigens. Omdat ik promotie heb gemaakt. Kijk hoe mooi je bent. Dit is de look. Heeft ze helemaal zelf gedaan. Tenminste, ik heb die helft elke keer voor gedaan en de rest deed zij dan. Echt super cute. Ik ben nu bij mijn moeder. Ik heb de hele dag gewerkt. En ik ga nu mijn weefbanen eruit halen. Het is kapot druk. Je tv staat aan. Iedereen praat. Maar goed, mijn nicht gaat mijn weef voor me losmaken. Zodat ik morgen mijn haar opnieuw kan weven. Worden een abi fulosi wantasanya. Hey babes. Ik zie dat mijn accu leeg is. Dus hij gaat meteen aan de lader. Maar ik had nu op de bank moeten relaxen met een boek in mijn hand. Mijn haar gewassen, opnieuw geweefd en al. Maar een van mijn afspraken vandaag gaat niet door. Dus ik ben gaan leieren. Nooit doen. Nooit leieren. Trouwens, nu ik hier sta, de achterkant van deze kast irriteert mij. Ik moet daar echt iets op gaan verzinnen. Ik heb boodschappen gedaan. Ik ben naar Zuidplein geweest. Ik heb spullen teruggebracht naar de Mango en Zara. Vandaag is de laatste dag van deze vlog. Dat betekent dat het zaterdag is. En morgen zijn de winkels in het dorp gesloten. Dus ik moest vandaag de laatste boodschappen doen voor maandag. Zaira komt morgen thuis. Dus dan wil ik echt alles in huis hebben. Om een goede lunch en ontbijt voor haar en voor mij te kunnen maken. Dat heb ik gehaald. Dat zijn echt de standaard dingen. Hey babes, ik ben zo lekker productief geweest. Ook al ben ik totaal niet in mijn geplande schema. Ik had nu lekker op de bank moeten zitten. En een serie moeten kijken of een boek moeten lezen. Het is mijn doel om dit boek deze maand nog af te krijgen. Want ik ben zo lang met dit boek bezig. Ik stop elke keer. Dan begin ik weer. Dan stop ik. Dan... Dus mijn doel is om het deze maand echt af te krijgen. Ik heb mijn haar gewassen. En mijn haar zit zo mooi. Het voelt zo fijn. Ik heb nog een beetje last van dat kale plekje dat die was begonnen, maar inmiddels al aan het verdwijnen is. Maar als je goed kijkt, zie je het nog een beetje. Maar goed, mijn haar zit zo mooi, zo fijn, dat ik eigenlijk... Ik wil mijn haar niet meer weven. Ik wil zo gaan werken morgen. En de kans is groot dat ik dat ga doen. Ik ga de vlog nakijken, de thumbnail nakijken, informatie aan toevoegen. En dan ga ik hem dus inplannen voor morgen. Ochtend, 6 uur, moet hij live. Dus dat is niet de vlog waar je nu naar kijkt, maar de vlog hiervoor. En deze vlog stopt vandaag. Maar goed, ik ga lekker mijn ding doen.